Ruim 45 brandweermannen zijn vandaag tijdens de jaarafsluiting van het Korps Brandweer Suriname, KBS, bevorderd in een naast hogere rang. Ook brandweerpersoneel van 3 afdelingen zijn gehuldigd voor het bijzonder werk dat zij de afgelopen periode hebben verricht. Commandant brandwacht Rajan Yakari sprak op het hoofdkwartier aan de Gemeenelandsweg. Van een heugelijk moment om weer samen bijeen te kunnen zijn voor zo'n plechtigheid. Als korpsleiding willen wij u erop wijzen dat de bevordering die u zult verkrijgen niet slechts het opspelden van de nodige distinctieven inhoudt. U heeft zich ingezet, de nodige plichtsbetrachting aan de dag gelegd, het goede voorbeeld gegeven naar collega en de samenleving toe. En door deze positieve attitude de brandweerorganisatie versterkt. Deze bevordering is niet de eindstreep. Met het opspelden van de distinctieven zult u een grotere verantwoordelijkheid op uw schouders opgespeld krijgen. U zult meer dan voorheen moeten aantonen dat u daadwerkelijk in staat bent om samen onze organisatie naar een hoger en professioneler niveau te tillen. Yakari stelt dat bevorderingen een nog grotere verantwoordelijkheid legt op de schouder van elke collega. Directeur operationele diensten van het ministerie van Justitie en Politie, Patrick Campagne, verwacht dat de bevorderden een goed voorbeeld geven aan collega's in een lagere rang. Het afgelopen jaar zijn zaken misschien wat minder gerealiseerd, maar u weet allemaal wat de omstandigheden zijn geweest. Ik wil de mensen die bevorderd zullen worden feliciteren. In die felicitatie wil ik ook meenemen hun geliefde, hun partner, hun familie, hun kinderen. Omdat zonder hun ondersteuning u vandaag hier niet zou zitten. Ik wil de samenleving van deze plaats oproepen. De brandweercommandant heeft het ook gezegd. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We weten allemaal dat we 2 jaren stil hebben gelegen vanwege COVID. Nu al weten we dat mensen verschrikkelijk gaan feesten. Alcohol gaat er genuttig worden. En u weet, alcohol en vuurwerk gaan niet samen. Campagne vraagt de samenleving om het werk van de brandweer te verlichten door te werken aan de bevordering van de algemene veiligheid. De activiteiten in verband met de jaarafsluiting bij de brandweer zijn vandaag afgesloten met het afschieten van een pagar.